Gaat u achteruit of duw achteruit? Achteruit! Ik wil nog even dat we pas hier gaan of niet? Nee, ga niet vijf. Het verhaal Beerschot van Oppen eindigt in 2013 in een tragedie. Beerschot is vanmiddag officieel failliet verklaard door de rechtbank. De club is daardoor haar stamnummer kwijt. De naam Beerschot dreigt te verdwijnen. Waar is een Beerschot? Alleen, jammer genoeg, is er nou deze zoon geen sprake van. Er komen kapers op en van de kust voor het Kiel. Die verdrinken. Een nieuwe Antwerpse club. Ik heb gisteren aan mijn vrouw gezegd dat ik daar zeker niet aan meedoe. De stamnummers vliegen in het rond. Eén dag voor de deadline kiezen de supporters zelf. Met Sint-Niklaas in derde klasse of met Wilrijk in eerste provinciale. Ik zie mij niet elke week gaan kijken naar eerste provinciaal. Sorry. Het wordt Sint-Niklaas. Maar die haken een dag later af. Eén scenario blijft over. KFCO Wilrijk doopt zich om tot KFCO Beerschot Wilrijk. KFCO Wilrijk, een ploegje met nog geen 100 supporters. In een stadion de naam niet waardig. De Beerschot supporter moet even slikken. Ik kan alleen maar uitpakken als ze het beste nog uit een brand kunnen slijpen. Ja. Oké, okay. Dank u. Maar Wilrijk redt wel de naam Beerschot. En de abonnementen vliegen de deur uit. Het gaat rond de 4500 zijn. Dat is ongezien. Veel succes met Beerschot Wilrijk. KFCO Beerschot Wilrijk wordt een hype. Op de Vendag neemt het Kiel afscheid van het oude Beerschot. Ik heb er een ding voor. Toeval volk. Ik ga helemaal niet beginnen. Neem het niet. De eerste competitiewedstrijd. 8000 supporters. Nooit gezien in eerste provinciale. Ja, daar kunnen alleen maar van dromen, denk ik. Ik denk zelfs in eerste klas kunnen ze daar van dromen. Ook op verplaatsing volgen de supporters hun ploeg en bieden de spelers spektakel. Een hype die wel zal overwaaien, denkt de buitenwereld. Zij hebben het mis. Ik vind dat heel schoon dat een club zo kan overleven. Ik vind dat echt een heel mooi verhaal geworden. De hype wordt een fenomeen. Dit is fantastisch dat wij dit mogen meemaken. Ik denk dat elke speler die vandaag deel van uitmaakt, die moet gewoon genieten. Dit is waanzinnig dat je dat op dit niveau mocht meemaken.